Kijkers van harte, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus, RVC en directie EBS bespreken bedrijfsvoering met president, regering voorstander van optimale en duurzame watervoorziening, ministerie van EZ belicht GRM klachtenafhandelingssysteem en LVV Bezandwegen Tani project in Kommewijnen. Nadat eerder dit jaar de directie van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, werd gecompleteerd, is nu ook de Raad van Commissarissen voltallig. Hiermee is zowel de uitvoerende als de controlerende tak van de bedrijfsleiding compleet. Directie en RVC hebben op dinsdag 11 juli een regulier onderhoud gehad met president Chandrika Persat Santokhi. Met het staatshoofd is onder meer van gedachten gewisseld over de bedrijfsvoering en hetgeen vanuit de regering gewenst is. Wij spraken technisch directeur Marcel Eindhoven. Inderdaad waren we gisteren, de RVC en de directie, bij de president. Regulier, we hebben dus daar afspraken gemaakt, want dat hadden we eerder niet, hoe we dan het onderhoud gaan doen. En het komt op basis van de directie, is vanaf februari voltallig geworden, want het was een niet voltallige directie bij de IBS. De RVC is 2 weken terug ook totaal voltallig geworden, dus aangevuld met de nieuwe leden, waardoor dus beide groepen, beide controlerende, uitvoerende en de controlerende tak van de leiding compleet zijn. En dan zijn we bij de president geweest om even af te stemmen over de wensen in eerste instantie van de president en ook over de problematiek, wat zijn de dingen die spelen, hoe gaan we daarmee omgaan. Je weet dat energievoorziening iets is dat niet statisch is, maar continu beweegt, mensen gebruiken meer en meer projecten. Dus het is een steeds een moving subject, object. En, daar moet, en het zijn toch wel heftige investeringen die hiermee te maken hebben. Dus je moet goed aligned zijn vanuit de IBS met de overheid. Zodat we dan op de juiste momenten, op de juiste tijd de zaken gereed hebben. Zodat de ontwikkeling van het land, want daar gaat het uiteindelijk om. De hele ontwikkeling van het land hangt daarvan af. En als dat er niet is, gaat het niet. Dus het moet allemaal op tijd gereed zijn, zodat we dan smooth die ontwikkelingen door kunnen maken. Vandaar dat gesprek met hem, waarbij een aantal onderwerpen zijn gehighlight van zijn kant. Met name de efficiëntie van het bedrijf, de inrichting van het bedrijf. Ik weet niet, er is een E-wet gekomen in 2016, heeft de regering een wet aangenomen. En die wet die verplicht de EBS tot een paar handelingen die met de organisatie van het bedrijf te maken hebben. En de president wilde daarover geïnformeerd worden. En we konden hem dus, hebben hem dus aangegeven wat de status is. Dat we dus in vrij ver gevorderde staat zijn bij de, voor de implementatie van die regelgeving. Zodat ook wij compliant zijn met die wet. En andere zaken die betrekking hebben op de toekomst van de energievoorziening. Daar ging het in grote lijnen over. Gistermiddag met gesprek en er zijn dan afspraken gemaakt dat we dan in de toekomst dan weer die afstemming gaan doen. Zodat het iedereen op de hoogte is dat alles perfect loopt. Dus we zijn continu met de mensen bezig en vooral, kijk, bij deze verandering gaat het effect aan de onderkant het meest voelbaar zijn. Eigenlijk, wat er gaat gebeuren, de subsidie die de mensen, om het zo te noemen, via de EBS kregen. Die subsidie is verplaatst nu naar de, hoe noem je dat, die 1800 SAD steunfonds die die mensen kregen. En je moet je daar gaan registreren. Want in dat geld, daar is die subsidie eigenlijk verplaatst van links naar rechts. Dus het gaat bij ons met stappen achteruit. Maar je moet je dan daar gaan registreren, waardoor je in principe die subsidie weer krijgt. Hier werd het afgetrokken en je betaalt het verschil. Nu ga je dat geld daar halen en ga je het zelf komen betalen. Dus dat is een belangrijke verandering die gaat optreden bij dit systeem. En de kleine
nou de kleine, de verbruikers met de mensen met laag verbruik. Want laag verbruik kunnen nog niet zeggen dat het armen zijn, maar die mensen gaan het effect het zwaarste voelen. En met die mensen zijn we nu bezig. We hebben van ongeveer 80% van ze hun contactnummer. Dus dan sturen we regelmatig sms, let op, doe dat, check dat. You know, om echt één op één met de mensen in contact te blijven en ze eigenlijk aan het handje te houden. Dat ze dus niet in problemen komen als ze straks, eind van over 2-3 weken, als de eerste rekeningen uitkomen, dat de mensen voor verrassingen komen te staan. En voor de rest is het een relatief, is niet een zware verhoging die in het algemeen gaat optreden. Bij de niet-huishoudelijke, die kreeg ook een subsidie van 150 SAD, die gaat in 1 keer weg. Maar ook die hebben we gemeld van wie we de contactgegevens hebben, de rest hebben we in de krant gezet. Maar niet iedereen leest de krant, dus wanneer we dat contact met die mensen hebben, dan doen we dat echt één op één, die sms'jes sturen. Niet te veel lastig vallen, maar echt netjes die mensen melden van let op, dit is wat eraan komt. En de rest is het wachten op de overheid, want er is nog een groot pakket, grote forse subsidie in de energievoorziening. En dat is afhankelijk van de afspraken die de overheid maakt. En dan gaan wij dan aan de uitvoerende kant zitten om dat uit te voeren. De regering is voorstander van een optimale en duurzame watervoorziening. Zo heeft president Santokki op dinsdag 11 juli 2023 benadrukt bij het start zijn voor de boring van een tweede waterbron in Henaar in het district Nikeri. Deze bron moet de watervoorziening in het gebied helpen verbeteren. Behalve het staatshoofd legde ook minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, SWM-directeur Clifton Linga en districtscommissaris Senrita Gobardan de nadruk op kwalitatief goed drinkwater. Het is een bijzonder moment om vandaag hier te staan, omdat we allemaal weten wat er allemaal ervoor heeft plaatsgevonden. Een moment om blij te zijn en de reden dat ik dat zeg is dat een project welke tientallen jaren geïnitieerd moest worden, vandaag een feit wordt. Ten slotte wil ik zeggen, president. Ik ben Sakamoniki SWM. En de president Sakamoniki SWM, de president Srivosha Motion. Omdat we opereren, maar we kunnen niet zo snel opereren, want er is heel veel te doen. We moeten verschillende gebieden nog van drinkwater voorzien. Ik weet dat de president bezig is met dat van Komowene, de plaatsen als Alkmaar, we hebben al gesproken. En daar gaat hij voor de materialen zorgen. En dan geloven we dat dat gedeelte we gaan kofferen. En precies zo gaan we step by step, zoals de president het zegt, alle gebieden aanpakken. Zoals we ons gecommitteerd hebben als land internationaal, dat alles ranamang moest men op toegang tot veilig, tot schoon drinkwater. Is ook een van de Sustainable Development Goals. Lek Kondre, we hebben ons gecommitteerd daaraan. Dat is het beleid van de regering, dat is het beleid van SWM om zoveel als mogelijk alle Surinamers. En het maakt niet uit waarvan Suriname je woonachtig bent. Op dit moment zijn we hier in het westen van het land. Maar lek van president Sabi, directeur SWM Sabi, directeur Water NH Sabi, hoe de overal in Akondre. As we speak zijn er ook mensen op dit moment in het boven Suriname gebied, in het Tapanahoni gebied. Overal proberen we de Surinaamse gemeenschap van schoon, veilig drinkwater te voorzien. We starten dit jaar. Het was de andere helft, een betere helft met meer doelpunten, met meer ontwikkeling, met meer verlichting. En dat is wat het volk van Suriname verdient. Namelijk teruggeven
voor de offers die zij gebracht hebben. Teruggeven vandaag aan Enaar voor de offers die jullie gebracht hebben. En binnenkort hebben jullie volop water. Maar gaat u zuiniger mee om. Gefeliciteerd, minister, directeur, DC, DNA-leden, alle aanwezigen, bijzondere bewoners van Enaar. God bless you all. Thank you. Dit moment zeker een belangrijk moment is voor de bewoners, maar dat neemt niet weg dat ze zware offers hebben gebracht, dat we ongerief hebben gehad. Ik heb het gemerkt met die telefoontjes, met de apps, als een bedrijf stopte met het aanleveren van water. En daarom hebben we als regering hele hoge prioriteit hieraan gegeven. Nogmaals, finance was geen issue. Alles had te maken met soms koersverschillen. Alles had te maken met een stukje planning van het bedrijf dat ook andere verplichtingen heeft. Alles had te maken ook met de juiste timing. We zijn er. We zijn er, maar we hebben wel ervoor gezorgd dat in die tussenfase we wel een volop water geleverd hebben. We hebben 3 bedrijven gehad die we gecontracteerd hadden. Ja, we komen uit een diepe crisis. De financiële middelen zijn er niet altijd beschikbaar om waterterughouders op tijd te betalen. Er is een achterstand in betaling. Maar alles wordt nu ingelopen. Van vorig jaar is alles al betaald. Er is een kleine achterstand voor dit jaar. Maar ja, die bedrijven hebben ook onkosten. Moeten ook personeelskosten maken. Moeten ook heel wat betalingen doen. Daar heeft het soms aan gelegen dat bedrijven gestopt waren. Maar ja, we zijn er. We gaan nu voor een duurzame oplossing. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, heeft op 10 juli 2023 een eendaagse workshop over het klachtenafhandelingssysteem Grievance Redress Mechanism georganiseerd. Dit klachtenafhandelingssysteem stelt de gemeenschap in de gelegenheid om klachten te deponeren die betrekking hebben op de 2 componenten van het Suriname Competitiveness en Sector Diversification project. De workshop werd verzorgd door de social specialist van het SDCS-project, Rihanna Burke. Zij is ingegaan op het doel van en de nodige communicatievaardigheden binnen het klachtenafhandelingssysteem. De eerste sessie van het SCSD-project heeft plaatsgevonden op 23 mei, waarbij elke districtscommissaris werd vertegenwoordigd. Tijdens het proces is er rekening gehouden met districten die een minder goede internetverbinding hebben. Zo zullen er fysiek formulieren voorhanden zijn voor het noteren van klachten. Bij het SCSD-project is ook het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen betrokken, vooral wanneer het gaat om de versterking van het wettelijk en institutioneel kader voor de mijnbouwsector. Volgens directeur Karishma Matura van het directoraat Ondernemerschap moet het SCSD-project ervoor zorgen dat wettelijke hervormingen voor het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap doorgevoerd worden. Dit is een van de beleidsdoelen van het ministerie van EZ. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de zandwegen op het TANI-project in het district Kommewijnen bezand. Dit is gebeurd op dinsdag 11 juli 2023. De wegen in het gebied verkeren al enige tijd in een deplorabele staat en zijn gedurende de regenperiode onbegaanbaar. De bewoners zijn ingenomen met de aanpak van de infrastructuur. Het project is als woongebied ook belangrijk vanwege agrarische activiteiten.
als we kijken naar de zandwegen, die zijn heel erg slecht. Zeker in de regentijd is het onbegaanbaar. En natuurlijk moeten we kijken naar de productiegebieden, de agrarische sector, die we koesteren. En dat moeten we dan snel aanpakken, waarbij de mensen geholpen zijn. Want als we promoten dat de agrarische sector echt op poten moet komen, dan moeten we infrastructuur heel hard aanpakken. En dat die mensen dus naar de gebieden toe kunnen gaan natuurlijk. Maar ook voor het woongenot van de mensen. Dus we hebben ook een heleboel zandwegen die in echt deplorabele toestand verkeert. En die aangepakt moet worden. Vandaag zijn we hier aan de Taniweg. Het Tani-project, bekend als Tani-project. En dat betekent dus zeker een opluchting voor de bevolking hier. Omdat dit een productiegebied is, een agrarisch productiegebied. Mensen willen investeren, mensen willen hun best doen in de agrarische sector, maar de infrastructuur is essentieel om te investeren. En natuurlijk is LVV het ministerie die in deze inkomt. En vandaag zien we ook dat er een grader daar hiertoe gedirigeerd is. De weg is bestand. En hopelijk dat we dus dit kunnen onderhouden en deze weg zeg maar begaanbaar blijft voor de mensen om te investeren. Laat me alvast op de eerste plaats het ministerie van LVV bedanken dat ze gehoor hebben gegeven aan de roep van de burger vooral, die wonen in het Tani-project. Maar natuurlijk is dit niet genoeg. Waarom zeg ik niet genoeg? Al jaren hebben de mensen van het Tani-project gevraagd om de infrastructuur te corrigeren, te verbeteren, te egaliseren en belangrijker nog, om wat meer zand op de wegen te plaatsen. Tani-project is eigenlijk de achtertuin van het ministerie van LVV. En als we praten over achtertuin, dan moet het sowieso onderhouden worden. En los van onderhouden, dan moet het ministerie in feite, of het ministerie heeft de bevoegdheid om het project in feite ook te helpen tot ontwikkeling te brengen. Wij streven altijd naar voedselzekerheid en voedselvoorziening. Misschien kan de achtertuin van LVV ook gebruikt worden om de juiste productie. Nog meer nog, nu het ministerie van LVV bezig is met het Marcusa-project. En vanmorgen nog heb ik een bewoner gesproken dat hij ook deel heeft genomen aan het Marcusa-project. Zie daar de potentie. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.